Het afscheidssymposium van Ludolf Wentholt. Hij zit hier voorop en uiteraard met een grote smile op zijn gezicht, zoals we hem kennen. Vanmiddag de focus op samenwerking. Een speciaal woord van welkom aan Thea uiteraard, Bart, Noor, Iris en de overige familie. En in English, a special welcome to Ian, an old friend of Ludolf, and he is addressing us during this session. Voordat ik het vergeet, moet ik ook nog even de mensen die vanochtend een bijdrage hebben geleverd aan het ochtenddeel, die het georganiseerd hebben, gesproken hebben, heel hartelijk bedankt. Wouter en zijn crew en uiteraard Jet en Petra, met iedereen die daar verder achter zit. Samenwerking. PIW zou je denken. Vandaag staat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen STOA centraal. Niet onlogisch, beide zitten al heel lang in STOA. Samenwerking, waarom dan speciaal nu bij het afscheidssymposium van Ludolf, is eigenlijk een onvermijdelijke. In het afscheidsinterview in de STOA ter Info 86, die je nog op onze website kunt vinden, en staat, en ik citeer, ik ben eigenlijk helemaal geen dijkenman. En dan is er in dat geval maar één ding mogelijk om aan je kennis te komen, en dat is die kennis bij anderen halen. En ik kom daar aan het einde van de middag nog uitgebreid op terug. We hebben vijf sprekers. Dat moet ik doen natuurlijk. Waarop moet ik richten? Oh, de grote knop. Oké. Okay. Dit ben ik 10 jaar geleden. We hebben vanmiddag vijf sprekers. Wouter Vries, Ian Hodge in die volgorde, Peter Bonen, Henk van Hemert. Nee, dat is niet in die volgorde, want we beginnen met Wouter en Henk. En uiteindelijk Ludolf zelf. En hij heeft niet als laatste het woord, dat wil hij altijd wel graag, maar ik heb het laatste woord. En we maken met deze mensen een reis door de tijd. En we hebben deze sprekers gevraagd om een voorwerp mee te nemen. En ik heb deze meegenomen. En jullie snappen allemaal waar deze voor staat. Dan begrijpen jullie ook waarom ik hem nu niet alvast aan Ludolf geef. Hoewel, aan de andere kant weten we ook dat Ludolf zo'n toeter helemaal niet nodig heeft om zich verstaanbaar te maken. En een stukje van zijn energie kwijt te raken. Laten we dat ook maar zeggen. Gelet op de tijd, want we hebben echt een strak programma. Dus die sprekers moeten zich echt ook allemaal aan hun 15 minuten houden. Waarom we Patrick Peters in hemelsnaam 20 minuten geven, dat weet ik niet. Belgen schijnen dingen toch wat uitgebreider te moeten vertellen. Maar gelet op de tijd en ik niet ingepland staat en ik ook nog wel enige ruimte wil hebben, wil ik toch maar beginnen.